Hier zie je de lader van de mobiele telefoon. En daar zit een transformator in. En wat die doet is de spanning van het stopcontact verlagen naar een veilige spanning van 5 volt. Nou, daar staat op output 5 volt. En dat symbool wat je daar ziet is gelijkspanning. Hij maakt namelijk van een wisselspanning een veilige lage spanning en ook een gelijkspanning. En die kan worden opgeslagen in een accu. Bij wisselspanningen kan dat niet. Als je nou openmaakt, zou je eigenlijk zoiets zien. Twee van die klosjes. Dan gaat er een stroom door deze spoel, zo heet dat. En dat is een wisselstroom. En door dat wisselend magnetisch veld ontstaat er bij die andere spoel ook een spanning. Als je daar dan minder windingen hebt, dan wordt je spanning lager. Dus hij verlaagt je spanning in dit geval. En een groot voordeel is dat dit circuit gescheiden is van dat. Dus gaat hier een hondje aan knagen, wordt hij nooit geëlektrocuteerd. Maar valt hij in een bad, die lader. En dan ontstaat er hier ergens kortsluiting bij die 230 volt. En raak je dat aan, dan is het levensgevaarlijk.